Ja, dat is wie we dat fertig maken. Voordat het in de koelhaus gaat, alle etiketten aan de draußenseite, die mengen, voor wie, plaats waar dat heen moet. Dan maken we die dekken erop, stapelen dat, dan gaat het water binnen in koelhaus, minus 1. Daar blijft het dan een week en dan maken we dat plastic erom. Oké, dan gaan we hier naar koelen 1. We hebben nog vele andere, maar die mieten we, die is een eigen. In deze koelhaus, vol stranken, daar gaan meer dan 400 paletten erin, minus 1. Hier kunnen we die waren voor 2 tot 3 maanden behouden. Voordat we weer naar. Ook die waren van Flagship maken we fertig. En viele van die waren, niet alle, maar viele van die waren blijven hier voor die nächste maanden. Zo, dat had geen gevaar voor frost of regen of etwas. Zo, die zijn safe. We op die laatste nieuwe koelhaus dat we kunnen maken. Aan deze zijde gingen we in het volgende seizoen een nieuw bureau. So, dan hebben we etwas meer plaats voor die Leute zum Arbeiten. En dan kriegen we aan die Seite nog een Kühlschrank erbij. Ook minus 1, 1, minus 2. En wie fährt hier die Abholung? Daar fragt mijn Vater in her. Nee, dan moet ik gar nicht mehr tatsächlich ist het Papa. Oké, wie Sie wissen, hebben we die bestelmengen dieses jaar erendet, van 50 naar 80. Dat hebben we voor het logistieke systeem gemaakt. In een kiste gaan 40 planten. Letztes jaar hadden we nog 50 in een kiste gemaakt, maar dat was zu eng en dat was voor de kwaliteit van die waren niet goed. Dan hebben we gezegd, oké, we maken nu nog 40 in een kiste, maar die menge moet dan 2 × 40 zijn. En dat is waarom die menge minimum 80 is. Hier zitten we op die gelände in Achterberg. Hier maken we vele jongwaren en veredelingen van coniferen. Daar maken we gelijk maar een grote ronde. Alles wat ze hier zien, daar is zo'n 90-95% is zo'n verkauft. Is alles zo'n weg. Zo, wanneer ze dat voor het volgende seizoen möchten, moeten ze dat in juli. August, wenn die neue Liste rauskommt, gleich reservieren. Die Bestellungen dieses Jahr und die letzten Jahre sind Wahnsinn und die ganze Vorrat geht ganz schnell raus, jede Saison wieder. Ja, hier sind wir drinnen im Gewächshaus, machen wir auch viele TB9 Koniferen, aber auch viele Hestes, so Berberis, Syringa, Magnolia, Azer, aber auch hier, die meiste Ware ist schon verkauft. Das ist veredelt, so, das ist Saisonsarbeit, das kommt im Dezember drin und das ist in April, Mai alles wieder weg. Dat is fris getopt, so, dat is niet doorgewurzeld. So, dat is ganz wichtig, dat man die ware ganz voorzichtig behandelt.